Omran, is dit punt hier bij Roda voor een groot deel te danken aan jouw invalbeurt? Nee, dat wil ik niet zeggen, maar de tweede helft hebben we gewoon met z'n allen heel goed gestreden. We hebben het een beetje omgezet, we gingen 4-3-3 spelen. En ja, dan krijg je ruimte en voor mij is dat natuurlijk fijn. En dat zag je ook aan de acties en de kansen die we kregen in de tweede helft. Dus ik wil niet zeggen dat het alleen door mij is, maar we hebben gewoon als hele team goed gestreden de tweede helft. Maar had je zelf niet het gevoel dat het meteen veel energie in het spel kwam toen jij erin kwam? Ja, maar dat is ook, ja, zo'n persoon ben ik ook, weet je. Ik breng altijd veel energie, ik werk hard, ik doe mijn best voor het team, ook voor mezelf en persoonlijk. Dat is natuurlijk bescheiden van jou, dat je met het team hard gewerkt hebt. Dat hebben jullie zeker ook gedaan. Je zat ernaar te kijken. Wat vond je eigenlijk van die eerste helft toen je op de bank zat? Ja, dat wil ik eigenlijk zo snel mogelijk vergeten. Weet je, we hebben niks gecreëerd en we waren alleen maar tegen het houden. En ja, gelukkig bleef het bij 2-0. En je ziet dat wij een ploeg zijn die 2-0 nog kunnen ombuigen. Dat hebben we tegen PSV gedaan. En je ziet dat het ook uit bij Roda kan. Dus dat kunnen we het bij iedereen doen. Kun jij er misschien iets bij voorstellen dat de ploeg toch iets onder de indruk was van zo'n groot stadion? Ja, we zijn allemaal professionals, dus eigenlijk moet dat niet kunnen, nee. Bij mezelf is dat totaal niet het geval, ik weet niet hoe het bij de rest is. Dus jij vond het gewoon doodnormaal om hier te spelen in het Roda Stadion? Ja, ik heb hier vaker gespeeld. Ik heb hier 12 jaar lang gespeeld, weet je. En af en toe ging ik met Jong mee en we speelden toen ook hier, dus ik ben het wel gewend zo. Maar het was wel druk. Je bent natuurlijk heel erg blij, lachende gezichten ook hier na afloop. Hoe was de sfeer eigenlijk zojuist? Ja, top natuurlijk. We buigen een 2-0 achterstand om en we hadden nog misschien kunnen winnen. Maar weet je, we hebben het gewoon met z'n allen goed gedaan en dit voelt ook als overwinning in principe. Nou weet ik dat jij een hartstikke aardig jongen bent, maar komt er niet een keer een moment van hey potverdikkie trainer, ik zou wel een keer willen beginnen aan zo'n wedstrijd? Ja, jullie weten natuurlijk niet wat er achter de schermen gebeurt, weet je. Natuurlijk ben ik bezig om een basisplek te krijgen, maar ik doe gewoon mijn best en mijn kans komt wel. En gelukkig zie je dat de trainer gewoon snel wisselt, weet je. Dat is goed voor mij. Als het niet loopt, wisselen gewoon. En ja, ik hoop misschien volgende week dat ik mag beginnen, maar we zien het wel. Ik moet gewoon door blijven gaan en uiteindelijk komt die kans wel. Natuurlijk weet ik niet wat er bij jullie hier gebeurt, maar ik denk dat jij wel snapt waarom ik deze vraag stel. Ja, dat snap ik zeker, maar nogmaals, de trainer kiest 11 spelers en misschien ben ik speler nummer 12 en dus ik moet nog beter mijn best doen om speler nummer 11, nummer 10 te worden, snap je? En wat is dan precies de positie waar je dan het liefst zou staan als je aan die aftrap mag verschijnen? Ja, we spelen nou 5-3-2 of 5-2-3 en ja, een van die drie voorste, dat kan ik wel spelen, maar mijn favoriete positie, plek is dan rechts buiten, rechts aan de buitenkant. Maar dan speel ik graag liever 4-4-2 dan 5-3-2. Heel veel succes in ieder geval. En dan komt het vast goed als je elke dag speelt zoals vandaag. Ja, ik hoop het. We gaan het zien volgende week. Volgende week weer een kans.